Vandaag ben ik in het plaatsje Assenheusden. Ik ben hier nog nooit geweest, maar hier zit kwekerij Mors, een paprika kwekerij. En daar ben ik gek op. Laten we snel gaan. Hoi. Hoi, Luc, welkom. Daan, dankjewel. Ik begreep dat jij hier al jaren werkt. Ja, klopt. Ik werk hier al 10 jaar. Ik ben sinds kort ook leraar Engels op een VMBO-school hier in de buurt. Maar ik werk hier nog heel graag in de weekenden en de vakanties, omdat ik het hier zo leuk vind. Kijk, dan ben ik wel benieuwd wat het werk hier zo leuk maakt. Kan jij mij een rondleiding geven? Jazeker, kom lekker mee. Kijk, leuk. Wat doe jij hier precies? Nou, ik heb eigenlijk van allerlei werkzaamheden. Ik werk in de logistiek, in de loods waarbij ik pallets moet afwerken. Ik doe onderhoud samen met de onderhoudsmonteur. En ik stuur ook scholieren aan waarbij ik ze controleer. Oké, veel variatie. Ja. En scholieren? Werk je hier veel scholieren? Ja, we hebben hier ongeveer 25 scholieren werken op het moment. Kijk, een heel aantal. En je zei net dat je ze ook controleert, maar wat controleer je dan? Dat kan ik wel even laten zien. Oké, ben benieuwd. Even controleren, Tim. Waar kijk je nu naar? Ik ben nu aan het kijken naar de kwaliteit die Tim heeft gesneden. En dan kijk ik vooral naar of hij de paprika goed heeft afgesneden en of hij niet in de paprika heeft gesneden. Het is hier wel echt een heel stuk koeler, hè? Ja, dat komt omdat onze planten als een soort natuurlijke airco werken. Oké, en nog een vraagje. Ik zie hier allemaal zakjes hangen. Wat doen die precies? Dat kan je best aan Annie vragen. Oké, ga ik dat even doen? Ik begreep dat jij meer weet over die zakjes. Ja, inderdaad. Nou, je ziet ze hangen, die kleine zakjes. En in die zakjes zitten heel veel beestjes. We proberen zoveel mogelijk in groene oplossingen te denken. Dus om plagen te bestrijden, zoals luizen of zo, zoeken we beestjes die de luizen opeten. En die beestjes die zitten in die kleine zakjes. Hoe krijgen die planten nou water? Je ziet hier bij de planten een zwarte druppelaar zitten met een wit buisje eraan. En daar krijgen ze water door. Dat wordt allemaal centraal aangestuurd, dus we hoeven niet met een gietertje rond, gelukkig. Ik begreep van Luc dat jullie veel met jongeren werken. Hoezo doen jullie dat zo graag? Ja, dat klopt inderdaad. Het houdt ons zelf jong. En we vinden het belangrijk om ook voor jongeren werkgelegenheid te bieden. Hey Daan, kom je nog even mee helpen plukken? Oh ja, dat is goed. Leuk. Ik ben gelijk aan het werk gezet. Ik ben nog niet zo snel, maar het is wel leuk om al die verse groenten te plukken. Ik snap wel waarom Luc hier wil blijven werken. Iedere dag verse paprika's. Hey Daan, ik wil je eigenlijk nog even iets laten zien. Oké, is goed. Nou kijk Daan, dit is onze vijver. Ziet er mooi uit zeg. Maar waarom hebben jullie dit eigenlijk? Nou, dit is onze hemelwaterafvoer. En tegelijkertijd met die hemelwaterafvoer hebben we een mooi stukje natuur gecreëerd. Bedankt voor de rondleiding, het was erg interessant. Ja, graag gedaan. Paprika's, ik had geen idee hoe ze geteeld worden. Maar nu wel, op een hele biologische manier. En met de hulp van jongeren. En dat zorgt voor de lekkerste paprika's. Deze gaan met mij mee naar huis. Dit was alweer de laatste vlog uit de kas. Heb je nog niet alle video's gezien? Bekijk ze dan op onze social media kanalen. Bedankt voor het kijken. Doei doei!